Ruud van Ordenne en Ton Buitenhoorn. Jullie zorgen voor verrassingen. Ruud, we staan voor Café Het Sterretje, zoals het vroeger heette. Ja. Maar er gaat wat verandering komen. Ja, zeker. Ton en ik, we zijn zelf uitgedijd, zoals ik heb gezegd. En nu zijn we ook met de horecazaken uitgebreid. Ja. Dus we hebben het overgenomen. Waarom dit café overnemen? Ja, weet je, kijk naar het pand en dan raak je daar verliefd op. Maar jullie hebben allebei al een eigen zaak. Wordt het niet een beetje veel? Ja, we hebben samen twee zaken al. Dus Pleinzicht en JJ's. Maar ja, het wordt veel. Maar het is niet erg om hard te werken. En we gaan hier ook pas in de eind van de middag open. Ja. Dus dat kan mooi in elkaar overvloeien. Ja. Dus je hoeft alleen je bed nog maar hier neer te zetten? Ja, nou zoiets. Weet je, vanaf ochtend tot avond gaan we lekker met z'n tweetjes leuke dingen doen. Ja. En werken gewoon. Wat mensen zich gaan afvragen, welke naam gaat het krijgen? Nou, daar hebben we toevallig vandaag al hand op gegeven. En het wordt De Markies. En waarom De Markies? Nou ja, kijk naar boven wat aan de gevel hangt. En de twee markiezen van Schiedam. Ja. Nou hebben we onlangs hier aan de Buitenhavenweg het hele botenverhaal gedaan. Ja. Wordt dit een soort gouden driehoek? Ga je deze zaak eraan verbinden? Nou, dat ligt er wel aan vast, ja. Ja. Dus dat zou wel heel mooi zijn. En het is natuurlijk ook inderdaad daarvoor gekozen. Punt 1, omdat het pand super mooi is. Het heeft een historie die wij zelf ook kennen. En ja, ons Gibiza-verhaal zit hier vlakbij. Hè? Dus 1-1 is 2. Ton Buitenhoorn, je mag ook meedoen in het verhaal. Ton, we zoeken natuurlijk wel een gast in, neem ik aan. Want dat is belangrijk voor zo'n zaak. Hoe ga je dat doen? Ja, even een dingetje voorbij. Hoe gaan we dat doen? Ruud en ik zijn heel erg flexibel daarin. En wij kunnen zeker schakelen, ook in het gastheerschap. En we zijn natuurlijk ook nog wel op zoek naar wat hulp natuurlijk. Nou, ben jij een horecaman? Dan ga je natuurlijk altijd van tevoren bedenken op welke doelgroep gaan we ons richten. Waarop ga je je richten, Ton? Ja, de doelgroep, ja, dat wordt dus eigenlijk heel Schiedam en eigenlijk ook een beetje van buiten. Nou, hebben we er net even binnen gekeken. Ja, zo blijft het natuurlijk niet. Wat heb je wat de inrichting betreft, wat hebben jullie voor plannen? Nou, het is van binnen is het een mooie zaak om te zien. Er zitten wat mooie plafonds zitten erin. Daar gaan we vooralsnog helemaal niks aan doen. We gaan wel een beetje een eigen tintje erbij bij creëren en aangeven. En vooralsnog hoeven we niet heel gek veel te doen. Moeten we al een vacature uitschrijven voor personeel wat een tijdje blijft werken? Dat zou heel mooi zijn, ja. Want we kunnen ze wel wat bieden, ja. Ten slotte de hamvraag. Mensen zijn nieuwsgierig. Wanneer hopen jullie open te gaan? Nou ja, we hopen morgen open te gaan. Maar dat gaat niet lukken vanwege de vergunning. Daar moeten we 8 weken op wachten. En dan, dat kan nog eens een keer verlengd worden met 8 weken. En ik denk niet dat dat zover gaat komen. Maar je weet maar nooit. Het is een blijf horeca.